Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik had eigenlijk een planning gemaakt voor mijn video's. En daarnet kreeg ik het download of het inzicht dat er eigenlijk iets anders moest komen. Omdat 22/11/2023 een belangrijke datum is. Zoals je weet is 2023 een 7 jaar. En 7 heeft zowel in verschillende religies als in verschillende andere leerwijzen, methoden, wat dan ook, een hele belangrijke betekenis. Zijnde 3, 7, 12 is een van de bouwstenen waarop dit universum gebouwd is. Daar heb ik ook over geschreven in mijn boek 96 Vlam. Maar dus denk maar aan 7 apostels, 7 dagen van de week. En zo kun je nog heel veel andere dingen gaan zoeken. Maar dus, daarnet was ik dan ook aan het mijn kaarten aan het schudden. En het eerste dat ik eigenlijk onmiddellijk kreeg, was een portal. Dus morgen is portaal. Meer nog dan eigenlijk wat 11/11 geweest is, is morgen een heel belangrijk portaal. Waarom? Wat dat er moet gezegd worden, gaan we zien. We gaan zien wat er naar boven komt. We gaan zien wat er moet gedeeld worden voor nu. healing. Een service to others. En je kunt dat niet zien, want het is ook omgekeerd. Maar hier ook zie je ook 2 en die 11. Dus ook weer de verwijzing naar morgen. Naar 22/11/2023. We zitten in de healing van het collectieve bewustzijn. Zitten we eigenlijk in de moeilijkste, lastigste, de grootste purging fase, om het in het Engels te zeggen. Doorheen die trechter duwt en getrokken wordt. Je ziet ook het zwarte gat waar we doorheen geduwd worden. Om eigenlijk alle chaos, alle schaduwen verder los te laten. Om uiteindelijk te kunnen komen tot het ovaal, het kosmische ei, waarin dat we hergeboren worden. Waarin dat we als unieke energie hier op de aarde verder kunnen neergezet worden. En dat staat ook op resistance and preparation. Dus morgen is een portaal. Hier zie je nog een keer weer de verwijzing naar dat portaal. Niet dat we allemaal in een zwart gat gaan geduwd worden, zeker niet. Maar we gaan wel geduwd worden in ons eigen schaduw. Dus in ons eigen donkere nacht van de ziel, als dat nog niet gebeurd is. Om eigenlijk, zoals dat we hier gezien in die andere kaart, healing, om nog dieper in de healing te gaan. En dat maakt dat nu super belangrijk is om je energie nog veel beter te gaan beschermen. Niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen, vanuit keuze voor jezelf, vanuit het belang om je hoge frequentie of hogere frequentie aan te houden. Omdat dat tegelijkertijd ook de manier is waarop we eigenlijk het collectief doorheen die ganse problemen loodsen. En dan zien we hier temperance met balance, miracles en omgeving. Dus wat ik daarnet gezegd heb. Dus het is belangrijk om de balans aan te houden. Om goed voor jezelf te zorgen, om duidelijke gezonde grenzen te stellen. Het maakt niet uit waar dat is op vlak van je werk, op vlak van relaties, familie, wat dan ook. Nu, in dit moment, in deze fase, is het belangrijk om voor jezelf te kiezen. Zelfs ook naar kinderen, zelfs naar je tweelingvlam, zelfs naar andere relaties. Het maakt allemaal niet uit. Dat is dus het belangrijkste. Oké, die andere hoor ik. Ik had al de eerste neiging om deze kaarten te nemen, maar die zijn iets ingewikkelder om te gebruiken. Zoals je ziet, gebruik ik ze niet vaak. Maar ik moet deze toch gebruiken. Dus het tarot deck van Aleister Crowley. En dat is eigenlijk de manier waarop ik heb leren werken met tarot. Maar die zijn dus nog iets ingewikkelder. Oké. Okay. Dat moeten we weten. Wat ik hoor is, leef je leven zoals hij het ziet voor jou. Dus als je ogen dicht doet,
Op die manier moet je eigenlijk jouw leven gaan leven, gaan leiden. En misschien dat je zegt van, ja, maar ja, Lindsay, dat lukt mij nog niet, want ik heb nog dit of dat en dergelijke en zus en zo te gaan regelen. Ik zie ook 0505 op mijn recorder. Ook daarin is het belangrijk om voorbij de dingen te kijken die dat we zien als beperkingen. En de kaart is de 5 van staven, dus 5 of wands. En je ziet er eigenlijk ook weer die verwijzing naar de kundalini-energie, naar die kudasjesstaf. Het kernwoord dat erbij staat is strive. Maar je hebt ook de 5-puntige ster, de snake, dus de kundalini-snake. De mannelijke en de vrouwelijke energie. En ook, oh, dat is heel belangrijk, dat is de eerste keer dat ik dat nu zie. Er is ook het teken van Noord nodig. Ik weet niet of je dat kan zien, maar hier onderaan. Gaat hij scherp staan? Nee. Maar dus onderaan, hier, dat is het teken van Noord nodig. Dus we worden allemaal geduwd om in de richting van de lessen die we gekozen hebben te leren, om die hier te gaan nu leren. En daarom worden we ook gevraagd om naar binnen te gaan. Dus we krijgen de Hermit kaart. Daarom worden we gevraagd om naar binnen te gaan. Om het nodige te doen. Omdat... er staat zoveel symboliek op, maar het is eigenlijk wel mooi om te zien. Om het kosmische ei waar ik daarnet over sprak. En ziet u dat die slang daar rond geen geweven is. Om... via de kundalini-energie, via de energie van onvoorwaardelijke liefde, jezelf eigenlijk te gaan heruitvinden. Want eigenlijk, als je het zo bekijkt, dit hier, dat lijkt precies op een sperma, als je het zo ziet. En dan daar het ei. Dus er is ook weer sprake van bevruchting, van groei, van een diepe transformatie. Maar dat vraagt natuurlijk om naar binnen te gaan. En elke vorm van hartzeer, van lijden, om dat los te laten met de 3 of zwaarden. Om niet zo koppig te zijn als een ram of een stier. Misschien op de horens. Maar om de bloemen te zien. Als je naar buiten kijkt, om... de vrede te zien die er wel al is. Dat is hetgeen wat ik hoor. Soms maakt het niet altijd logisch in mijn zinnen, maar dat is ook omdat het gechanneld is. En dan hebben we als laatste de prins van staven. Dat is eigenlijk wel een hele mooie kaart. Ik ga hem wat dichter tonen. Maar je ziet hoe dat die krijger ook weer die eigenlijk heel veel dingen dat we hier ook gezien hebben. Zoals die 5-puntige ster, die komt hier. Wacht, waar is die? Die komt hier ook weer terug. Dan de... wacht, hè. De kop hier. Zie ook hier. Dus waar dat we aanvankelijk... maar, oei, ik heb ze verkeerd gelegd. Nee, wat niet, jullie kunnen het toch niet zien. Maar we dan afhankelijk de 5 van wanten hebben, zijn we uiteindelijk, wanneer we doorheen die hermitfase, die kluizenaarsmodus gaan, dan, en al die lasten neerleggen, zodanig dat we onze overvloed kunnen gaan ontvangen, dan gaan we zodanig ontwikkelen in die prins van wanten, als je het letterlijk vertaalt. Maar dat is eigenlijk een meester waarin dat je geleerd hebt om je eigen pad te volgen. Om de kracht, je ziet ook die leeuw hier, om de kracht daaruit te halen. En om de kracht en de moed dat je in jou hebt, om dat te gebruiken om je leven eigenlijk te gaan vormgeven. Oké, nu zeggen ze, nu mag je die andere kaart gebruiken. Als je een persoonlijke reading wilt, dan kan je dat natuurlijk reserveren. De meeste doe ik voor tweelingvlammen of tweelingzielen
Maar ook voor je persoonlijke groei en ook voor lichtwerkers die een spirituele business willen neerzetten of die willen weten wat hun missie is of daaromtrent vragen hebben. Dus dan kan je voor gewoon dezelfde link gebruiken. Dan zet je je vragen op mail en dan beantwoord ik die. Dan hebben we hier de Ridder van Zwaarden, de Fool. De Sphinxkaart, maar ondersteboven. Dus die transformatie is eigenlijk nog niet afgerond. En dan de Page van Zwaarden. Dus de grootste lessen die we nu nog te leren hebben, en waar dat we nu, naar aanleiding van het portaal en het, ik zou bijna zeggen, het zwarte gat morgen, waar dat we ingaan en waar dat we de diepste transformatie over zullen meemaken, dat is op vlak van die... die gedachten. En ook hier zie je ook weer diezelfde, hier, die staf, dat we hier ook in die kaart gezien hadden. Hè? Dus het is belangrijk om de passie dat we voelen, waar dat getoond wordt door het element vuur, om dat uit te lenen en om dat op één lijn te brengen met uw gedachten. En om van daaruit dat te gaan communiceren. En dus dat maakt dat we eigenlijk door een heel nieuw weg moeten en mogen gaan. Vandaar de Fool en de Phoenix kaart. Maar die liggen ondersteboven. Dus normaal gezien is het zo. Dus het ligt niet zo. Omdat we eigenlijk nog niet volledig doorheen die transitie gemaakt hebben. Dat hebben we daarnet gezien met die andere kaart. Het is belangrijk dat we naar binnen gaan. Het is belangrijk dat we morgen de tijd nemen. Het is belangrijk dat we de weerstand dat we nog voelen voor die groei, voor het diepere worden van onze eigen healing, individueel en collectief, dat we die weerstand loslaten en healen, zodanig dat we nog dieper die balans kunnen aanbrengen. Zo binnen, zo buiten, zo boven, beneden. Dat is wat dat ze zeggen. Laat me zien, Tom, even. Okay. Wat is extra dat we moeten weten voor 22/11 portaal? En je weet, normaal gezien maak ik geen video's rond portalen, maar als ze mij zeggen dat ik het moet doen, dan doen we dat. The Power of Purpose, maar die ligt omgekeerd en ik voel dat dat belangrijk is. Ja, nu gaat het niet over het collectief, maar gaat het over het zelf. Want je kan niet van dienst zijn zolang dat je niet de stukken in jezelf volledig en diep hield. Oké. Okay. Dus ze zeggen toen eerste kaart. Dus normaal gezien ligt hij zo, maar nu komt hij zo. Sommige mensen, dat gaat dan niet voor iedereen zijn, maar sommige mensen zijn ook veel te veel nog doelgericht. Waardoor dat ze eigenlijk hun doel misschieten. Dus je ziet hier ook in het midden van de kaart een pijl in het midden. Dus het is belangrijk om je over te geven aan het proces. En eigenlijk om te beseffen dat het net het proces is dat de volledige reis is. En niet het al dan niet behalen of bereiken van een bepaald doel. En dan hebben we kaart 47 met Sacred Reverence. Ik vind altijd een hele mooie kaart. Waarin dat je dus ziet dat emoties en gedachten heel hard kunnen samenwerken. Dat mannelijke en vrouwelijke energie kan en moet leren samenwerken om die balans te gaan creëren. En zodanig dat jouw hart, dus de sleutel, ligt in jouw hart. Waarom? Omdat het gaat over het integreren en het groeien naar een eenheidsbewustzijn, een eenheidsbewustzijn, het hartgedragbewustzijn. Waardoor dat het ego geen keuzes meer gaat maken, maar het hart, jouw ziel. En dat vraagt natuurlijk om naar binnen te gaan, om stil te zijn, om dat hoofd stil te leggen, om dieper te gaan in jezelf. En wat ze mij ook op wezen is, je ziet hier ook dat ze de kleuren van de aarde. Dus die handen en het hart, zelfs het hart, zijn twee boodschappen hierin. Enerzijds, het is tijd dat we als mensheid, gaan letterlijk gaan samenwerken en co-creëren met de aarde. En anderzijds, alle problemen die zich nu aandienen, denk maar aan de overstromingen die er geweest zijn,
Denk aan de stormen of de tyfoon of orkanen of bosbranden of wat dat er ook allemaal al geweest is, ongeacht waar in de wereld, heeft te maken met een diepere healing van de aarde. En iedereen die niet langer bereid is om dat pad te lopen en om bewust te worden, dat zal door middel van gelijk welk pad eigenlijk de aarde verlaten. En dat is oké. Okay. Want dat is ook weer het pad en het stuk waarin de elke ziel kiest voor zichzelf. Voor zijn eigen lessen bedoel ik dan. Kiezen voor zichzelf lijkt misschien wel egoïstisch, maar het was niet dat exact wat ik bedoelde. Oké, dank u. Dan heb ik ook nog Let It Go. En dat gaat ook vooral over wanneer we mensen moeten loslaten. Wanneer dat de tijd van mensen gekomen is, is het oké om hen los te laten. Omdat voor hen ook weer een ander pad, een andere laag, een nieuwe transformatie plaatsvindt. Waarin dat ze teruggekeerd zijn naar energie en van daaruit eigenlijk dan weer verder kunnen gaan evolueren. En het is wat het is. Het is wat het is. Ja. Hoe meer hij leert om vanuit de hogere energie te gaan manifesteren, hoe meer hij ook gaat gaan begrijpen dat het enige wat wij moeten doen is gewoon zijn. Net zoals ik net al gezegd heb, ik heb hier een ganse planning met wanneer, welke video en welke content. Maar één, door omstandigheden heb ik al 2 dagen, zit ik al eigenlijk een achterstand van 2 dagen. En twee, misschien was dat niet hetgeen wat er nu in het collectief nodig was. Dus wie ben ik dan om te gaan beslissen welke video's dat er moeten komen? Dus ik laat me veel liever leiden en ga gewoon mee verder op het pad met het collectief. En waar ik nodig ben als channeler, als boodschapper, dan zal ik dat ook doen. Maar ondertussen moet ik gewoon mijn leven leiden. Net hetzelfde als mensen vragen hebben, of als je zegt, ik zit met een aantal vragen, ik wil een aantal inzichten, of ik wil een healing, dan kan dat, dan ben ik beschikbaar. En dan is het aan jou natuurlijk om daarin die keuze te maken en de nodige stappen te ondernemen. En zo op die manier gaan we eigenlijk gaan co-creëren, zodanig dat je, zoals dat we helemaal in het begin gezegd hebben, was het ook alweer iets met de visie en leef de visie dat je voor je ogen ziet of zoiets was het? Ja, ik weet, als ik channel, dan vergeet ik het gewoon. Maar dus kijk gewoon terug naar het begin van de video, dan weet je weer. Daar gaat het over. Hetgeen wat je ziet wanneer je ogen dicht doet, het gevoel dat je dan ervaart, daar gaat het over om dat nog meer neer te zetten, om dat nog meer na te jagen, om dat gewoon te verwachten dat het op je pad komt. Ongeacht op welke manier, ongeacht via welke weg. En dat zal dan komen. Dan zien we welke energie dat we het beste nu werken. Zag je eens 1818? Grace, Gabriel, oh, als dat niet mooi is. Dus de blauwe vlam. Wat dat logisch is, want dat is ook weer te maken met communicatie. Maar ook blauw, ik zou niet zeggen wit, maar hier gebruik dan liever de diamanten vlam. Omdat wanneer je wit gebruikt, zit je nog altijd in de dualiteit met zwart natuurlijk. Als je wit gebruikt, gebruik het dan in combinatie met een andere vlam. Wil je de eenheidsenergie natuurlijk aantrekken, wat ik hier ook wel vooral meer voel, dan kan je zeggen de blauw diamantenvlam of diamantenvlam met sparkling van blauw. Dan kies je volledig zelf hoe dat je het aanvoelt. Oké, nog één. Ik dacht dat dit het was, maar dit is nog één. Nog twee. Okay. Dat is de eerste. En dat is de laatste. Oké. Ah, de diamantenvlam. Zoals we al gezien hebben met Aartsengel Metatron. En miracles. Mirakels zijn er, maar ze zijn er alleen maar als je gelooft dat ze er zijn. En dan hebben we nog de laatste, dat is cleansing. Daar zijn Raphaël en de groene vlam. Ik ga ze een keer allemaal tonen. Voilà. Met mijn kleine handjes. Kun je ze zo zien? Ja. Dus dat zijn de kleuren waar dat je deze week
of zeker morgen met het portaal mee kan samenwerken. Zoals altijd, als je nog meer van mij wil leren, dan zijn er de verschillende trainingsprogramma's. Dan kan je een reading, een channeling of een healing reserveren. Zeg van ja, ik heb eigenlijk maar één vraag, Lindsay, geen race aan vragen. Dat kan ook. Dan moet je het eerste linkje aanklikken hieronder in de box. En dan binnen de 48 uur heb je jouw antwoord. Voilà. Ik ga het hierbij laten. Ik denk dat het belang wel duidelijk is van dit portaal. Tot dan, zo hoop ik toch. En werk met de vlammen, met de universele vlammen. Die zijn superkrachtig. Je moet mij niet geloven, maar luister naar de transmissies die ik al gemaakt heb. En laat het de energie zijn werk doen. Laat de energie tonen aan jou hoe krachtig dat ze zijn. En dan ga je vanzelf overtuigd zijn om er nog meer over te willen leren en nog meer over te willen weten. Voilà, dat was het voor nu. Ik zie je alvast in een volgende video of audio of whatever dat ik toegeleid word. En dan spreken we elkaar aan. Dag!